Hallo en welkom iedereen terug op het YouTube-kanaal. Midden zomer, tijd voor paletwegglers te vissen. We zijn hier vandaag te gast bij de walvisser, de Hamoet Achel. Nogmaals super vijver. Alle methodes werken hier ideaal om een dagje te filmen met de paletwegler. Super tactiek voor op grote afstand eigenlijk in de ondiepte te vissen. Achter mij zit Vico Baltussen, twee keer Nederlands kampioen met de teams. Vist voor het Govarde team. Komt hier wekelijks trainen op die paletwegler. Dus weet waarover hij praat. Tips en tricks voor de paletwegler. Hallo mensen, hier zijn we weer. Vandaag ga ik jullie een beetje meer vertellen over hoe wij vaak vissen met de paletwegler. We hebben bij mij die verschillende soort paletweglers. Dit is een speciale paletwegler, daar zitten kogeltjes in en ze maken het geluid eigenlijk van vallende palletjes. Ooit is het, werkt het natuurlijk super, maar ooit werkt het ook niet. Maar dat is ook weer wat ik altijd zeg, gewoon, je moet gewoon allerlei dingen uitproberen. Dit is een speciale paletwegler ontwikkeld door Midi. Deze heeft een soft landing, dus hij landt en je hoort bijna niet dat hij in het water komt. Ooit heb je, als je wat vaker een water hebt, maar vaker gevist wordt met de paletwegler, op een gegeven moment hebben de vissen het trucje door en ze weten gewoon als er iets hards op het water valt, dan is het de paletwegler. En dat, of dan denken de vissen van dat het gevaar is. En daarom hebben wij zo'n paletwegglertje ontwikkeld die heel soft land, zeg maar, heel zacht land. En ja, ooit werkt dat natuurlijk. Er is geen één dobber wat altijd vanggarantie heeft natuurlijk. Maar ja, we hebben voor allerlei verschillende soorten. Dus gewoon, je moet er gewoon een paar bij hebben. Je kunt altijd wisselen onder het vissen. Ik laat jullie zo meteen ook zien hoe ik eigenlijk een eenvoudige montage maak met stuitjes en een warteltje. Dat je altijd de dobbers onder het vissen kunt wisselen. Als het harder begint te waaien, kun je een zwaardere eraan doen. Als het minder waait, kun je lichtere. Ooit moet je daar ook mee variëren met zware dobbers, lichte dobbers. Ja, elke dag is anders en dat is ook het mooie van vissen natuurlijk. Ik laat jullie nu even zien hoe ik een eenvoudige montage maak voor de paletwegler. We hebben de M-Tech lijn van Midi heb ik op de molen gespoeld. Het is een mooie zachte lijn waar je goed mee kunt gooien. 20/100ste, niet te dik. Ik doe eerst gewoon één stuitje op de lijn. Dan pak ik gewoon een warteltje. Speldwarteltje, zeg maar, nummertje 14, niet te groot. En dan doe ik als einde, zeg maar, maak ik drie stuitjes achter elkaar. Dat de dobber met gooien, dat die goed blijft zitten. Als je maar twee stuitjes boven en onder één stuitje doet, dan blijft die niet goed zitten. Ik doe er dan gewoon drie op de lijn. Kijk, ik heb nu drie. Boven eentje, achter drie. Dan blijft het ook goed zitten met gooien. Hier kun je dus heel makkelijk de paletwegler eraan doen. Kijk, zo hangt hij. Dan maak ik hieronder een iets groter lusje. Zodat je ook wel makkelijk snel de onderlijn kunt wisselen. Altijd nat maken, de knoop is zeer belangrijk dat die mooi vast gaat zitten. Even het uiteinde eraf knippen. Dit is eigenlijk mijn montage, nu nog een onderlijn erop en we kunnen gaan vissen. Ik ga nu vandaag vissen met een kant-en-klaar onderlijn van Midi met een lasso eraan. Het is een heel makkelijk systeem. Ze zitten mooi verpakt. Gewoon twee vingertjes zo en dan rol je ze zo mooi uit elkaar. En dan gewoon in het oogje. Daarom maken we dan een groter oogje. Of lusje, dat die makkelijk erin gaat, kun je altijd snel wisselen. En hier is de lasso. Je kunt gewoon de pallet erin doen. Aan die lasso zit dus een klein stuitje.
Die schuif je gewoon heel eenvoudig naar onder. Kijk, en hij hangt. Met pelletwaggler vissen is het natuurlijk heel belangrijk om ook met goede regelmaat bij te schieten. Ik schiet nu een stuk of 3-4 pelletjes op een meertje of 20-25. En dan probeer ik de pelletwaggler precies daar neer te gooien waar de pelletjes terechtkomen. Dat is een beetje de kunst. Om dat zo goed mogelijk te doen, want daar waar de pelletjes terechtkomen, daar zul je dus ook de meeste vissen vangen. Dus voordat ik ingooi, schiet ik gewoon 3 pelletjes en ik probeer de pelletwaggler er mooi in te gooien. Kijk, hij is meteen weg. Dat is dus een teken dat je op de goede stek ingooit. Waar de pelletjes komen, dan krijg je vaak heel snel beet. Je moet de dobber niet te lang laten liggen. Meestal een 20, 30 seconden. En dan moet je alweer opnieuw ingooien. Gewoon weer binnendraaien, weer schieten, weer ingooien. Hoe actiever men vist, hoe meer vis je zult vangen. Dus de dobber niet gewoon 10 minuten laten liggen. Je moet heel actief vissen. Hoe actiever je vist, hoe meer vis je zult vangen. En je kunt natuurlijk ook onder het drillen ook weer schieten. Dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Op dezelfde plek gewoon de stek goed onderhouden. Als je dadelijk de vis afgedrild hebt en je gooit opnieuw in, dan kun je weer meteen een nieuwe vis vangen. Je kunt zien dat de hengel heel mooi parabolisch is. Hop, en hebben. Hartstikke mooie spiegel met de pelletwaggler. Het is echt een hele leuke manier om een paar hele mooie dikke spiegelkapers te vangen. Ja, vandaag gaan we dus op een langere afstand vissen op ongeveer 25 meter. Dan heb ik dus een zwaardere katapult met dikkere elastiek dat we wat makkelijker kunnen schieten. Ik ga vandaag heel eenvoudig vissen, gewoon 8 mm pelletjes in elke winkel te koop. Ik doe ze gewoon ook aan de haak met een beetbandje of met een lasso. Ja, gewoon schieten, heel actief vissen. Ja, ik laat jullie zo meteen zien hoe we doen schieten, wat voor ritme. Dat is natuurlijk ook wel variërend van hoe de vissen azen. Ik ga nu weer ingooien. Ik pak gewoon een stuk of 3 pelletjes. 8 mm pelletjes schiet ik. En dan probeer ik weer de pelletwaggler mooi, netjes daar neer te leggen waar ik gevoerd heb.
Gewoon even wachten, niet te lang. 20 seconden. Krijg je geen aanbeet. Dan schiet ik gewoon alvast weer 3 pelletjes. En we herhalen gewoon weer hetzelfde. Het is gewoon een bepaald ritme waar je in moet komen. Gewoon weer schieten. En weer de palletwaggler gewoon in het spoor van de gevoerde palletjes leggen. En weer even wachten. Meestal krijg je meteen een aanbeet als we het echt goed doen. En als het wat langer duurt, kun je ook ervoor kiezen om even een 1 of 2 slagen naar binnen te draaien. Dan gaat de pallet weer omhoog. En dan worden de vissen ooit helemaal nieuwsgierig en dan gaan ze er toch naartoe en dan pakken ze toch de dobber. Ik schiet weer. Weer schieten. Probeer weer de pallet waggler precies daar neer te gooien waar ik de palletjes gegooid heb. Dat is beter. Dat is eigenlijk de bedoeling. Als de dobber het water raakt, moet je eigenlijk binnen 10, 15 seconden een aanbeet krijgen. En nu ligt hij eigenlijk heel goed. Rustig wachten. Je ziet de vissen bij de dobber zitten, dus eigenlijk moet er gewoon nu een aanbeet komen. Ook belangrijk is gewoon onder het drillen proberen je voerstek te onderhouden. Dus gewoon bijschieten en gewoon rustig verder drillen. Gewoon de hengel altijd naar onder houden met afdrillen. Ik ga nu weer een paar pelletjes bijschieten proberen. Dan kunnen we dadelijk weer meteen, als we deze vis onthaakt hebben, kunnen we meteen weer op naar de volgende. Het voordeel van stuitjes is natuurlijk, je kunt zelf dus de onderlijn variëren. Deze onderlijn die ik nu eraan heb, die is zeg maar 30 centimeter. Maar wil ik nu een langer onderlijn hebben, dan hoef ik dus niet een lange onderlijn eraan te zetten. Ik kan gewoon de stuitjes omhoog zetten. Kijk, en nu heb ik een onderlijn, dat is 1 keer zo lang. Dus daar kun je ook mee spelen. Ja, dat is ook elke dag weer anders. Dus gewoon actief vissen, veel uitproberen met lengtes. Dus de pallet die zakt anders. Ooit moet je juist met een heel korte onderlijn vissen, maar ooit moet je ook met iets langer, dat die iets langer onderweg is. Dan zitten de kapers ooit wat dieper. Maar daar moet je gewoon zelf een beetje mee spelen. Jammer, maar helaas. Volop zomer begint er een beetje te dribbelen. Onze sessie met de palletwagger moet stopgezet worden. Hoeveel vissen hebben we gevangen? In de 50 vissen, denk ik. Ja, zeker. Het was een mooie dag. Mooie, super dag. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. De goede tips van Vico. Vinden jullie de video leuk? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog of abonneer op ons kanaal. Is kosteloos, kost niks. En dan missen jullie niks van de volgende video's. Tot de volgende!